is de grote dag voor HSV de Zuidvogels uit Huizen. Zij hebben namelijk heel veel blauwe kaarten gekregen. En vandaag gaan wij ze verrassen. Wij denken dat ze gewoon heel leuk een uitwedstrijdje ergens hebben. En dat ze gebracht worden door hun ouders, maar nee. Wij hebben namelijk een iets ander vervoer geregeld. Een iets groter vervoer. Iets veel groters. Wij gaan ze namelijk brengen met de enige echte bus van het Nederlands elftal. De KNVB Spelersbus. Maar volgens mij komen ze er bijna aan, dus ik kan me beter verstoppen. Volgens mij zijn ze nu helemaal compleet. Goedemorgen allemaal. Zijn jullie de D1? Ja. Hebben jullie allemaal een beetje lekker geslapen? Ja. Een beetje. Ja. En tegen wie moeten we vandaag? Enes. En wie is het beste van jullie? Tio. Mag ik de trainer er even bij? Wat een verrassing zeg ik. Ik ben Jeroen Goetsen, trainer van de D1 van Zuidvogels. En vind jij dat jouw team echt sportief speelt? Ja, wat mijn team zou doen als de tegenstander de bal hebt en is een blessure. Ja. En wij hebben de bal, spelen we hem altijd uit en laten we eerst de blessure even velden. Dat vind ik echt heel sportief. Wie van jullie ouders zouden normaal rijden? Iedereen. Nou jongens, laat maar zitten, want dat hoeft vandaag niet. Lekker. Ja, ik heb namelijk, omdat jullie zo sportief zijn, een verrassing. Heel even wachten, ja? Jongens, hartelijk welkom. Dit is de officiële bus van het Nederlands elftal. De KNVB-bus. Gaan wij daarin? Dat kan niet. Oké, jongens, doe de tas er maar in. En als je tas erin zit, zoek lekker een plekje uit in de bus. En maak het jezelf gewoon lekker gemakkelijk. Oké, jongens. Ik kom hier ook. Grappig, want daar heeft Van Persie altijd gezeten. Nee, echt serieus? Ja. Hey, hij is een spits, dus die zit hier. Hier zit Robben. Dat je daar gewoon zit, terwijl daar ook internationals hebben gezeten. Nee, jongens, ik voel gewoon een vlaar. Gewoon de echte vlaar. Wat is het sportiefste wat jij ooit gedaan hebt? Nou, als iemand zijn voet klapt dubbel en hij kan niet meer verder voetballen en jij hebt de bal, dan moet je wel even de bal over de zijlijn schoppen. Ik kan beter iets benoemen in een wedstrijd wat ze goed hebben gedaan aan die jongetjes dan dat ze hebben fout gedaan. Dus iets wat ze goed hebben gedaan, onthouden ze beter. Wijsheidje. Ik wil wel even zien of iemand hier een beetje leuk kan hoog houden in de bus. Ja. Oh, 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 kijk. Oh, 4, 5. Oh, oh. Oh, je voelt je echt gekomen. Nu heb je nog precies een half uur voor de wedstrijd. Net als in de kleedkamer. Eigenlijk is het er nu al bezig zijn met die wedstrijd. Even concentreren, nu echt even. Het voelde echt net alsof je een professional was. Het was echt heel erg leuk. Een bocht te nemen, even naar je skills kijken. Oké, jongens, kom maar. Of tassen pakken. We zijn hier maar voor één ding, jongens, en dat is die 3 punten. Kom op. Iedereen denkt zo van, wow. Sta je meteen altijd met 10 voor eigenlijk. Zo, tijd voor een goede pot voetbal. Focus op de eerste 5 minuten op 1-0 achterstand, maar dat hebben we wel goed gemaakt, denk ik. Geef deze aan jullie. Dankjewel. Sportief gedrag, jongens. Goed gespeeld. We hebben nu gewonnen, dan gaan we met de bus terug en dan gaan we keihard feesten. Ben jij met je team nou ook lekker sportief bezig? Ga dan snel naar Nickelodeon.nl voor meer info.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Volkswagen en KNVB. Supporters van Sportiviteit.